Nou joh, hij lult uit zijn nek. Dat heb ik nou goddomme net uitgelegd. Dat is ook al zo'n wonderlijk idee. Dat ja, die Chinezen die doen niks anders dan ons spioneren. Die hebben zelfs 3 kantoortjes in Nederland. Nou, wat daar zich afspeelt, dat is verschrikkelijk. Laten we daar nou ook eens normaal over doen. Laten we ook op dit punt de Amerikanen niet achterna lopen. Het Van Rossem, kunt u mij horen? Nou, wat mij opviel was natuurlijk dat Scholz naar China vertrokken is. Dan zie je hoe insulair wij ook gemakkelijk denken. Ja, Scholz is naar China vertrokken. En je begrijpt wel, dat ligt gewoelig op dit moment. Dan Xi Jinping net niet waar voor de 3e termijn op het kussen geheven. Met die rare, pijnlijke vertoning die communisten daar altijd van maken van zo'n congres. Dat je denkt, wat is dit voor een rare poppenkast eigenlijk. Maar goed, Scholz is naar China vertrokken met een omvangrijke delegatie van zakenlieden. Daar was in Europa ook veel kritiek op van, ja, we moeten China toch, we moeten keihard ons opstellen ten opzichte van China. D66 had nog opgeroepen om China zoveel mogelijk duidelijk te maken dat wij een eventuele aanval op Taiwan niet zouden accepteren. Waarom D66 nou ineens op dat idee is gekomen is mij duister, aangezien de Amerikaanse president de enige die er eventueel iets aan zou kunnen doen. Bij mijn weten heeft het Nederlandse leger niet een omvangrijke afdeling die bij een dergelijke conflict een beslissende rol zou kunnen spelen. Dus het was mij een raadsel waarom D66 daarop aandrong. Maar ik zelf vind die hele koers van onvermijdelijk conflict tussen de Verenigde Staten en China volstrekt onjuist. Ik vind het valt toe te juichen dat Scholz gegaan is. Natuurlijk is die gegaan uit laten we zeggen, commerciële overwegingen. Er stond maar een heel stuk in de krant dat natuurlijk de Volkswagen daar een gigantisch succes is op de Chinese automarkt. Ook andere Duitse bedrijven daar hele goede zaken doen. Kijk, China is volledig afhankelijk van de wereldmarkt die het in staat gesteld heeft om te worden wat het nu is. Namelijk de ene grootste industriële mogendheid ter wereld na de Verenigde Staten. Hoe dat nu ligt, die verhouding weet ik nooit precies. Want het is allemaal afhankelijk van hoe je de valuta berekent. Maar goed, het is een gigantische aanwezigheid in de wereldeconomie. En daar zijn zij afhankelijk van. Ook het idee dat ze verschrikkelijke veroveringen in de zin hebben, even afgezien van Taiwan, lijkt mij eerlijk gezegd niet een erg waarschijnlijk. Omdat ze uiteindelijk natuurlijk in die wereldeconomie ook maar weer een, nou, niet een belangrijke speler, maar niet een dominante speler zijn. De 3 grote spelers immers zijn China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Laten we dat nooit vergeten, ook de Europese Unie is dat. Maar die met z'n drieën samen beslaan maar de helft van de wereldeconomie. Dus China, of de Verenigde Staten, of de Europese Unie, die zelf domineren maar 1/6 deel van de wereldeconomie. Ook China is in die zin niet een land wat zeg maar een beetje willekeurig, nietwaar, keihard door de wereldeconomie kan bewegen. Nee, ze zijn natuurlijk wel actieve landen die ze afhankelijk van zichzelf maken. Maar ook die opwinding, want dat heb je dan waarschijnlijk ook gemist, dat de Duitsers een of ander deel van de Hamburgse haven aan de Chinezen hebben verkocht. Of had je dat wel? Dat heb ik wel een keer al eerder gehoord, ja. Nou, ook de opwinding daarover, alsof ze heel Hamburg gekocht hebben. Hè? Ja. Nou, flauwekul is dat nou? Ik vind het helemaal niet zo gek. Ja. Nee, hoe meer die Chinezen ook beseffen wat hun inclusiviteit is in die wereldeconomie, hoe minder ze geneigd zullen zijn tot allerlei halfgare avonturen à la Poetin. Die natuurlijk veel meer buiten die wereldeconomie staat, aangezien die wel een artikel heeft wat hij goed kan verkopen in de wereldeconomie, namelijk energie, maar die industrieel natuurlijk geen bal voorstelt. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Ja. Rusland is een tweedehands grote mogendheid. Ja. Dat ze nou in hun eigen regio een hoop ellende kunnen veroorzaken, dat is wat anders. Maar ze zeggen natuurlijk, de Europese Unie levert zich helemaal uit aan China. En dat is kwalijk. Omdat ze 3 kamermuren in Hamburg aan de Chinezen verkocht hebben. Het gaat natuurlijk nog wel verder dan dat. En ik begreep best dat die Grieken de Piraeus verkocht hebben. Dat zou ik ook hebben gedaan. Nou ja. Als iemand die Robben zou willen hebben, dan zou ik het ook verkocht hebben. De haven van Rotterdam kan ook niet zonder China. Nee, precies. Dat is de wereldeconomie. Dat is de economie. Dat je van elkaar afhankelijk bent. Net zo goed dat zij afhankelijk zijn van hoe de wereldeconomie functioneert. Ja, maar er wordt toch ook gezegd dat de Chinezen bespioneren ons? Ja, bedacht je dat wij de Chinezen niet bespioneerden? Dat is ook al zo'n wonderlijk idee. Dat de Chinezen die doen niks anders dan ons spioneren. Die hebben zelfs 3 kantoortjes in Nederland. Nou, wat daar zich afspeelt, dat is verschrikkelijk. Laten we daar nou ook eens normaal over doen. Laten we ook op dit punt de Amerikanen niet achterna lopen. Bij de Amerikanen heb je toch altijd het gevoel van, jongens, ze hebben een tegenstander nodig. Ze weten zelf ook wel dat ze van de rails gelopen zijn. En nu hebben ze, om in feite weer terug te komen op de rails, hebben ze een tegenstander nodig. Een punt waar ze zich op kunnen richten. Hè? De roos waarin je de kogel moet schieten, namelijk China. Dat is niet verstandig. Maar misschien kunnen we in de wereldeconomie is een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid. Ja. En kunnen de Chinezen hun economische macht gebruiken? Ja, maar dat kan Europa ook doen als wij dat willen. René van Rijkenvorstel die heeft 10 zwakke plekken eigenlijk van de Europese Unie op een rij gezet. Waaruit blijkt dat we heel erg afhankelijk zijn van China. We kunnen zo een lijstje maken met 10 hele zwakke plekken van de Chinese economie. Dat is demografie, dat is onroerend goed. Dat is het feit dat de staatsbedrijven heel matig functioneren en dat ze nog steeds leven in feite van de export van wat niet-Chinese bedrijven in China produceren. Dus hou nou op met die kletskoek. Maar even een punt van René. Hij zegt, zeldzame grondstoffen, vooral China heeft ze. Ja, dat is onze eigen schuld. Het is niet zo dat die zeldzame grondstoffen exclusief in China zitten. Ik begreep dat die rommel in Europa ook gevonden kan worden, maar dan moet je wel mijnen maken en graven. En openen. Ja, hij schrijft van voor de postfossiele economie van klimaatcommissaris Frans Timmermans en zijn Green Deal zijn op grote schaal Chinese grondstoffen nodig. Ja, fijn. Vooral voor batterijen die noodzakelijk zijn voor de elektrificatie van de vervoerstroom. Deze hele redenering gaat uit van een vals beeld, namelijk dat wij afhankelijk zijn van China en China niet van ons. Nee. Wat komt er aan in Rotterdam? Honderdduizenden containers met al die rare rommel die in dat schip bleken te zitten, wat die containers had verloren, weet je nog? Ja. Van die plastic sandalen en ja. Auto's die niemand hebben wil. Nou ja, gaan ze maar door. Nee, de hele kern van de wereldeconomie is wederzijdse afhankelijkheid. Ook China is daarvan afhankelijk. Ja, de commissie gaat wel een soort van reserve opbouwen. Hè, dat we niet afhankelijk zijn van China. Daar wordt wetgeving op een aantal punten, maar dat geldt even goed ten aanzien van India. Is het zaak dat wij onder paniekerige omstandigheden sommige spullen zelf kunnen maken. En dat zijn met name medicijnen. Ja, want om de haverklap worden die leveringsketens onderbroken omdat ze zulke vieze fabrieken in India hebben dat je niet gelooft dat ze daar nog een aspirintje kunnen maken. Ik weet trouwens niet waar die dingen gemaakt worden. Dus er zijn een aantal dingen waar je in noodgevallen in principe in staat moet zijn om zelf die dingen te produceren. En zonnepanelen en windturbines, daarvoor zijn we ook van China afhankelijk. Waar komen die windturbines vandaan? Uit Denemarken. De grootste windturbineproducent is Denemarken. Nou, de grootste en de krachtigste windmolens die komen uit China. Dat zou best kunnen, maar dat is een Deens bedrijf. Ze produceerden daar in 2020 400 gigawatt aan zonnepanelen. Prima. Het aantal zonnepanelen in Europa neemt ook heel sterk toe. Ja. En die kunnen we ook zelf maken. Kijk, we hebben dat aan de Chinezen overgelaten. Maar laten we ook niet de suggestie wekken dat China voortdurend op het punt staat om te zeggen, hey jongens, als jullie niet doen wat wij zeggen, je krijgt geen zonnepaneel meer geleverd. Denk nou aan de fout die Poetin gemaakt heeft. Wat moet Poetin met het enige waardevolle exportproduct wat hij heeft, energie? Niet waar? Want wij willen het niet meer hebben. Nee. Dus hij heeft, je kunt maar 1 keer misbruik maken van je positie. Stel voor de Chinezen zouden zeggen, jullie krijgen als jullie niet doen wat wij zeggen, jullie ons Taiwan niet cadeau doen, dan krijgen jullie nooit meer een zonnepaneel. Ja, want waar leidt dat toe? Is paniek in dat de zonnepanelenprijzen worden enorm opgedreven. En oh, wat erg. Zonnepanelen enzovoort. En tenslotte zullen we die zonnepanelen zelf maken. Misschien dat het iets duurder uitvalt dan wanneer ze in China worden gemaakt. Maar we gaan ze zelf maken. Wil China dat op lange termijn? Nee, waar moeten ze anders met die zonnepanelen heen? Naar Afrika. Nou, dat zou... Ik ben erg voor dat ze die dingen aan Afrika leveren. Afrika kan ze goed gebruiken. En ik denk dat die daar minder geld voor hebben dan Europa uit heeft. Nee, dus nogmaals, denk vanuit wederzijdse afhankelijkheid. Oké, je bent het hier wel eens met het CDA, want het CDA zegt ook made in Europe. Dat moeten we vaker zien. Bij eventueel gevoelige spullen zou je dat kunnen overwegen. Okay. Denk ik trouwens dat ze 1, 2, 3... Want dat zeiden de Amerikanen ook nog, dat de Chinezen min of meer op het punt stonden om Taiwan aan te vallen. Ja, ik begeef me hier op dun ijs natuurlijk. Ik heb geen flauw idee wat die Xi Jinping zit te denken. Maar ik geloof er geen klap van. Nee, je moet zeggen, ik denk dat hij rationeel is, dus daarom doet hij dat niet. Ja, ik denk dat hij niet aan die... Ik ben wel bang dat hij ook een beetje aan sprookjes gelooft, net als Poetin. Maar ja, kennelijk, waar ben je hè, van al die lui... Maar goed, als mensen dus een belangrijke positie hebben, schijnen ze ook tegelijkertijd gevoelig te worden voor sprookjespolitiek. Ja, moeten ze aan Rutte vragen? Nou, die is zelf ook natuurlijk van de sprookjespolitiek. Een heel groot voordeel. Een man van de zelfredzaamheid, zuinigheid, met vlijt bouwt huizen en kastelen. Excuses aanbieden voor Jan en allemaal, wat Jan en allemaal gedaan heeft. Nou ja, nee, ze geloven allemaal aan sprookjes. Waar ze maar wat rationeler, dat zou een stuk beter zijn. Nog even een punt van René. Hij zegt, Rotterdam is het eindpunt van de Chinese zijderoute. Dat is ook een kwetsbare positie. En waarom is dat kwetsbaar? Nou, ik zal even voorlezen wat hij zegt. Hij zegt, er is al heel veel over geschreven. Maar China maakt met die zijderoute iedereen afhankelijk van China. Want dat is eigenlijk een soort van grote transport. Hoezo iedereen? Nou ja, dit leidt uiteindelijk naar China toe, die zijderoute, hè? Ja, sterker nog, maar hij leidt ook naar het Botlekgebied toe. Het uiteindelijke doel... Het lijkt mij een enorm voordeel voor Rotterdam, eerlijk gezegd, om het eindpunt van de zijderoute te zijn. Hij is het niet mee eens. Hij zegt, het uiteindelijke doel van China is, met dank aan de Rotterdamse haven, volledige controle over de mondiale logistieke keten. Ah joh, hij lult uit zijn nek. Dat heb ik nou goddomme net uitgelegd. De Chinese economie is ook maar een deel van de wereldeconomie. Een machtsmiddel van onbekende betekenis. Als ik even kijk naar de logistiek in de wereld, dat volledig door China gedomineerd zou kunnen worden, is gewoon kletskoek. Dat is fobisch geleuter. Oké. Het Chinese staatsbedrijf kocht begin 2021 in Rotterdam een overslagterminal van een Deens bedrijf. En ze wierf daarmee 30% in de containerterminal. Prima. Zijn ze afhankelijk van de aanwezigheid hier. Dat ding, die terminal staat in Rotterdam. Kunnen we zo afpakken als hij het eng vindt. Ja. Hoe heet hij ook alweer? René. Oh, als René het eng vindt, dan pakken we het af. Rotterdamse haven hangt aan een China-infuus. Tuurlijk hangt het aan een China-infuus. China is de grootste exporteur van industriële goederen ter wereld. Ja, dus zijn we allemaal in dat opzicht afhankelijk. Maar wie is hier afhankelijk? Waarom komt die rommel in Rotterdam aan? Omdat wij het kopen. Wat moet China met die rommel als we het niet meer kopen? Want dat is wat René wil. Dat we zeggen, nee, die Chinese spulletjes die willen we niet meer hebben. Dan worden we afhankelijk van China. Dus dan moet je die spulletjes ergens anders kopen. Waar dan? Waar wil je dan nog meer plastic sandalen op die schaal vandaan halen voor schappelijke prijzen? Bij Brazilië? Of zo? Argentinië? De Verenigde Staten? Denk aan die Trump wou toch dat de iPhone dat die in Amerika werd gemaakt. Dan hadden ze bekeken wat dat ging kosten. Dan werd die 2 keer zo duur. Nou, het is al afzetterij op grote schaal. Dus moet je denken als die 2 keer zo duur bent. Nee, de mop van handel is wederzijdse afhankelijkheid. En dat je de goederen produceert daar waar ze het meest efficiënt en het goedkoopst geproduceerd kunnen worden. En wij produceren weer andere dingen. Ja. Waar de Chinezen niet buiten kunnen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Ik denk maar even aan ASML. Ja? Hè? Het is nou dat de Amerikanen ons... Wat heeft die man een raar hoedje op? Dat is een gitaar die achter... Oh, ja. Jezus. Ik dacht eerst dat het een Grieks-orthodoxe priester was. Komt een man op een fiets aan en heeft een gitaar achter op zijn rug. En dan lijkt het net alsof hij een hoedje op heeft, omdat dat boven zijn hoofd uitsteekt. Ja, dat zegt dat wel. Zag er heel zonderling uit. Nou ja, misschien moeten we wel eens een college door een of andere econoom laten geven wat het nut van handel is. Kijk, René wil helemaal geen handel. En René wil dat we alles hier zelf maken. De zonnepanelen. Hè? De hele zantenkraam moet hier zelf gemaakt worden. Maar hij refereerde ook eventjes aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die beschouwt ook alles wat met de laden lossen van containers te maken heeft als onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland. En verstoring kan grote economische en sociale gevolgen hebben. Ja, zo wordt. Wat wil hij dan? Nou ja, hij zegt dat als je dus alles overlevert aan China, dan lever je dat de toegang. Dat heeft dat niet gedaan. Nee. Als we nou ontdekken dat er daar aan de lopende band de gekste dingen gebeuren op die Chinese terminal, dan wordt die gesloten. Oké. Nog een ander punt. De terminal is namelijk in Rotterdam en niet in China. Nee. Nog een ander punt. 60% van de scheepsbouw, moet je aanspreken, ligt in China. In de EU worden nauwelijks nog grote schepen gebouwd. Tuurlijk, omdat wij dat niet voordelig kunnen doen. Nee. Trouwens, ook uit China zal de scheepsbouw. Dat is een hoogst interessante tak van activiteit. Omdat ooit bouwden wij grote schepen. Amsterdam waren meerdere grote werven. En toen is die scheepsbouw verdwenen. Want je kon elders goedkoper grote schepen, met name supertankers, bouwen. Ik meen eerst naar Japan. En toen werd Japan ook te duur. En toen, wat zal de investeringscyclus zijn? Een kwart eeuw of zo. Dus na een kwart eeuw heb je die boel afgeschreven. En als de lonen te hoog zijn opgelopen, dan verhuis je met je hele bubs. Hè. En dat is gebeurd, want daarna zijn ze in Korea schepen gaan bouwen. En ik begreep dat in feite die migratie naar nog goedkopere Zuidoost-Aziatische landen, dat die al lang en breed gaande is. Nou ja, een heel leuk model is natuurlijk wat Dameshipyards doet. Die laat namelijk in Roemenië laten ze casco's bouwen. Dat is relatief simpel werk. En dan wordt dat casco, dat wordt hier naartoe getransporteerd en dan wordt het hier afgebouwd. Dus voorzien van hele deftige motoren en allerlei poppenkasten, nietwaar? Waardoor het een fijn dameschip. Ik heb aan boord van zo'n sleeboot gezeten. Nou, fantastisch, jongen. Het is echt een luxe artikel. 2 prachtige, donkerblauw gemoffelde dieselmotoren. En je kon het hele ding in je eentje als kapitein besturen. Je had overal van die knuppeltjes. Ik geloof dat die schroef had aan de voorkant, de schroef aan de achterkant. Je kon, nou, het enige wat hij niet kon was opstijgen, maar voor de rest kon hij eigenlijk alles. Ik dacht nog een leuk dingetje om te hebben. Maar het kostte 4 miljoen, dus toen heb ik het toch niet gedaan. Maar dat is dus ook wat deze jongens zeggen. Hè? Je maakt je heel afhankelijk, omdat je dus al je schepen daar in Azië moet bestellen. Ja, maar mogen we wel afhankelijk van Roemenië zijn, begrijp ik, maar niet. Kijk, en als die Aziaten het niet... Nogmaals, kijk nou eens naar Rusland. Wat in feite zijn eigen exportindustrie de nek omgedraaid heeft. In ieder geval zullen ze genoodzaakt zijn om totaal nieuwe leveringsketens te bouwen, omdat ze van die energie af moeten. Vergeet ook niet dat als die energietransitie reëel vaart krijgt in de loop van deze eeuw, dat je geen bal meer kunt met je fossiele energie. Gas zul je nog een tijdje kunnen verkopen, maar op het moment komt daar ook een eind aan. Ja. Nog een ander punt? Dus laten we van deze bangmakerij, laten we daar afscheid van nemen. Okay. Je kunt ze, bovendien kun je ze rustig afbluffen. Als jullie dat doen, doen wij dat. Ja. Hè? Nou, het is een immens complex systeem van wederzijdse afhankelijkheden. Ja, dat heb je daar ook uitgelegd. China ziet wat de EU in en uitgaat. Dat is ook een kwetsbare positie. Ja, dat kan iedereen zien, toch? Weet ik niet. Tuurlijk. Ze hebben scanners schijnbaar. Die zijn van Chinese makelij die bij de douane gebruikt worden. Huur een tuinstoel en ga in Rotterdam op het havenhoofd zitten. En dan zie je vanzelf wat er binnenvaart en wat er uitvaart. Dat is ook niet zo'n kunst. Ja, dat was die mop van de Economist toen met de oliecrisis. Want ja, weet je nog van de oliecrisis? Nou, dat was ook wat. Het zou nooit meer worden zoals het was. Joop den Uyl, die beelden gezien. Het was verschrikkelijk. En toen had de Economist het gouden idee om iemand op een stoel daar bij die straat van Hormuz, hè, want daar kun je een hele versmalling in de Perzische Golf. En dan is iemand op een tuinstoel of misschien een keukenstoel gezet. Nou ja, ik maak het iets romantischer dan het ongetwijfeld geweest. En die man is die tankers gaan tellen. En aan de tanker kun je namelijk goed zien of er iets in zit, ja of nee. Want als er iets in zit, ligt die diep en enzovoort. En al heel snel konden ze berichten dat er was helemaal geen stagnatie in de olieleverantie. Dat was precies dezelfde leverantie en uiteindelijk bleek er dus helemaal geen oliecrisis te zijn. Zij het dat ze dreigden dat ze Nederland en de Verenigde Staten niks zouden leveren. En dat is opgevangen door de oliemaatschappijen. Die konden heel makkelijk dat distributiepatroon veranderen als ze dat wilden. Oké. Maar met die scanners, dat die van Chinese makelij, daar maak je je geen zorgen over? Nee, ik niet. Waarom zou ik me daar zorgen over maken? Omdat ze dat dus kunnen uitlezen. We hebben het TikTok-voorbeeld gehad. Ja, TikTok, ja, dat zijn natuurlijk... Kijk, de sociale media zijn een schimmel die wij misschien wat effectiever zouden moeten bestrijden. Maar de Chinezen kunnen nu ook alle gegevens zien die daar worden ingevoerd. Dat is een hele populaire app. Ja, vooral die naar mijn beste weten gevuld is met ongelooflijke infantiele stomzinnigheden. Jij staat er ook op. Ja, ik sta er ook op. Nou, daar zijn die Chinezen al schijnt in China ook ingeslagen te zijn als een bom. Die beelden van mij, dat is met echt... allemaal grappige tekstjes. Allemaal uit de verband gerukte teksten, ja. Ja, dat is goed. Vonden we Facebook, dan kennelijk niet erg. Dat was ook erg. Ja, laten we zelf zoiets ontwikkelen. Daar maak ik me eerlijk gezegd ook niet erg druk over. Even kijken wat hij nog meer noemt. Nou, het zijn inderdaad een beetje dezelfde dingen. Chinese onderzoekers kijken mee op technische universiteiten. Ja, natuurlijk doen ze dat. Ja. Dat zou ik ook doen. En ze kennen natuurlijk, ze kopen kennis van bedrijven. Dat zijn allemaal de dingetjes die je een beetje hoort. Maar dus... Ja, je kunt er rustig van uitgaan dat als wij in Europa iets kunnen, niet waar, wat zij tot op heden niet kunnen, dat ze dat zullen afkijken en na enige tijd na vallen en opstaan zullen zij het ook kunnen. Ja. Het is een beetje, ik bedoel, ja, moet je nou zeggen, ja, die Japanners, hè, die hebben dan ook die autofabrikaties, dat hebben ze allemaal afgekeken van de Duitse autofabrikanten, hoe je dat doen moet. En nou moet je kijken, nou bouwen ze zelf ook auto's. Ja, inderdaad, dat doen ze. Zo moeilijk is het namelijk niet om auto's te bouwen. Je moet het even onder de knie krijgen. En bovendien blijken de Japanners het beter te kunnen nog dan de Duitsers. Je kunt beter een Toyota kopen dan een Mercedes. Ik wil nou verder toevallig geen reclame maken, maar zo is het wel een beetje. Ja, natuurlijk wordt het afgekeken. Als wij weigeren om die chipmachines aan China te leveren, op bevel van de Amerikanen overigens, dan weet je absoluut zeker dat de Chinezen vroeg of laat, misschien kan het wel vijf jaar duren voordat ze het ook kunnen, met die hele korte golflengtes, maar zullen ze erachter komen hoe je dat moet doen en dan zullen ze zelf bouwen. Dat is toch onvermijdelijk. Ja. Nog een andere opmerking van Robert de Wit. Anders, als dit niet zo was, dan zou nog steeds de Engelse textielindustrie de enige actieve mondiale industrietak zijn. Ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen denken, ja, maar het stapt wel heel snel voorbij aan alle bezwaren die er zijn rondom China. Dat moet toch wel een kern van waarde in zitten. Je moet dat een beetje in de gaten houden. Maar nogmaals, China is minstens even afhankelijk van de wereldmarkt als wij van China zijn als producent in die wereldmarkt. Ja, maar je vindt... We kunnen trouwens ook al die artikelen ook wel eens ergens anders kopen. India moet nog opkomen als industriële mogendheid. Dus dat zal ook concurrentie geven. Maar je vindt het regime vind je wel fysiek. Als jij een fabriek sticht, kan die verdomme waren in Andorra, waar je dus die kloks, of weet je, die rare schoenen, die plastic schoenen, ja, dat staat wel helder bij. Ja, die Crocs. Crocs, precies, ja. Zo heten ze. Als jij een fabriek zet in Andorra, waar die rommel nog goedkoper wordt geproduceerd dan in China, dan word je daar ook rijk aan. En dan zijn de Chinezen hun Crocs-productie kwijt. Ja. Ik geloof tenminste dat ze uit China komen. Ja. Maar jij vindt het wel een raar regime en een gevaarlijk regime. Ja, een heel gevaarlijk regime, maar dus vooral voor Chinezen. Niet voor ons. Nee, ik zou niet zo precies weten. Nee. In welk opzicht is Xi Jinping eng voor ons? Nou, hij zit er allemaal af te kijken en alle gegevens te verzamelen. Ja, natuurlijk doet hij dat. Maar ook als het een hele fijne democratie was in China, dan deden ze dat ook. Ja, maar dat is hij niet. En ook het hele idee dat zij altijd ons beloeren en dat wij nooit iets terug doen, dat wij nooit beloeren. Tuurlijk, iedereen beloert iedereen. Dat weet je toch ook van geheime diensten. Ja, ook Nederland wordt ook beloerd door de Engelse geheime dienst. Bij mij weten die maken daar altijd wel werk van. Ja, maar je weet niet of hij een groter plan heeft om ons op een gegeven moment te chanteren. Ik kan je garanderen, hij heeft geen groter plan. Nou zijn we hebben eindeloos gedacht dat de Sovjet-Unie een groter plan had. Een magistrale mondiale strategie waarin ze stap voor stap de macht in de wereld zouden overnemen. Een van de hoofdoorzaken van die achterlijke Koude Oorlog, nietwaar, waar we al die tientallen jaren al dat geld aan hebben uitgegeven. Er was helemaal geen grote strategie. 0,0. Ik wil wedden dat zij banger uiteindelijk in binnenkamers banger zijn voor het Westen dan wij voor China. Ja, je kunt zeggen vanuit oudsher, ze waren ooit heel groot, toen zijn ze gigantisch gevallen en dat ze nu rancune hebben en terug willen. Ja, met name natuurlijk dat ze willen Taiwan terug. Maar goed, daar hebben we ze uitgebreid gewaarschuwd dat ze bereid zijn tot een omvangrijk militair conflict over Taiwan. Dan zullen we het merken. Als ze dat doen, dan zullen ze ook zeer ernstig hun positie op die wereldmarkt aantasten. Dat betekent dat ze zichzelf maken tot dezelfde paria als Poetin zichzelf heeft gemaakt. Ja, maar ze hebben dan wel heel veel dingen in handen waar ze pressie mee kunnen zetten richting ons. Nou, dat zou het geval kunnen zijn. Dus misschien kun je er verstandig aan doen om zelf wat van die chips te maken. Volgens mij zijn de mogelijkheden daarvoor in Europa wel aanwezig. Het is nooit handig om je afhankelijk te maken van één monopolistische producent. Nee, maar daarvoor kun je wel zeggen, de Amerikanen hebben ons nooit onder druk gezet. Daar ben ik nou niet zo verschrikkelijk zeker van. De Amerikanen hebben ons meerdere malen onder druk gezet. Weliswaar bij het enige voorbeeld waar ik zo 1, 2, 3 aan denk, bleken ze achteraf wel groot gelijk te hebben. Dat is namelijk gasleveranties uit de Sovjet-Unie. Omdat Reagan natuurlijk al gezegd heeft, begin jaren 80, begin daar niet aan. Want ze zullen er vroeg of laat misbruik van maken. En dat hebben ze gedaan. Hartstikke stom. Want ja, Poetin op lange termijn natuurlijk verzwakt zijn positie in ernstige mate. Ja. En als China Taiwan zou aanvallen en dat leidt tot een groot conflict, misschien regionaal, misschien nog wel erger, dan kan ik je garanderen, dan moeten we toch constateren dat ook China maar 1/6 deel van de wereldeconomie is. Ja, maar wel met heel veel... En zijn positie zeer ernstig zal beschadigen. Ja, maar dan zullen ook sancties worden opgelegd. Zeker, zeker. En dan zal China natuurlijk wel ook pressie kunnen zetten met heel veel gevoelige dingetjes richting ons. Ja, dat is zo. Omgekeerde kan ook. Ja. Is Olaf Scholz straks de nuttige idioot van Xi? Dat zegt Robert de Wit. Dat juist nu de Duitse leider langskomt met een handelsdelegatie is prachtig voor Peking. Nou, ook voor Scholz. Ik vond het heel verstandig dat hij een beetje dat gezeik over de verschrikkelijke vijand die China is. Niet waar, wat natuurlijk allemaal uit Amerika geïmporteerd wordt, dat hij dat een beetje in een iets ander licht zet. Ja, maar hij eindigt hier... Als ik zoveel Volkswagens verkocht in China als VW doet, dan zou ik ook zeggen, laat die Scholz maar eens komen op een bezoek komen. Ja, ja. Maar hij zegt wel, hij vindt het kwalijk. Hij zegt, in Duitsland wint de koopman het blijkbaar nog altijd van de dominee. Alsof er in de Godzijdank! Godzijdank! De koopman kun je altijd veel beter laten winnen dan de dominee. De dominee zet je op de brandstapel. Wat een kletskoek zeg. Jongen, doe nog een beetje normaal. Hou op met die zogenaamde geopolitieke waanzin, want dat is dit. Nogmaals, China heeft belang bij ons, wij hebben belang bij China. Der Spiegel was ook kritisch, hè? Die zeggen van, fout signaal, Scholz geeft groen licht voor verdere vervlechting met China. Ja, ik ben daar helemaal niet tegen. Hoe meer China vervlochten is met ons, niet waar, hoe kleiner de kans dat ze gekke dingen doen. Ja. Ja. Hoe groot de afhankelijkheid speelt een belangrijke rol. Okay. Hetzelfde argument dat voor Rusland werd gebruikt, gold de afgelopen 20 jaar in Berlijn ook voor China. Als er maar handel werd gedreven met China, zou het communistische land vanzelf opener, democratischer en vrijer worden. Nou, dat gaat niet gebeuren. Nee. Daar moeten we ons geen illusies over maken. Dat hebben we misschien wel gedaan. Maar daar moeten we ons geen illusies over maken. Dat neemt allemaal niet weg dat China meer afhankelijk is van de wereldeconomie dan uiteindelijk de wereldeconomie van China afhankelijk is. Ja. Dan kunnen ze daar ook bedenken. Als ik het hier achter in die Audi A2 kan bedenken, dan kunnen ze het daar ook bedenken. Intussen werd Duitsland zo exportweltmeister. Duitsland importeert uit geen ander land zoveel goederen. China is de belangrijkste handelspartner van Duitsland. Ja. Ja. Wat heel begrijpelijk is natuurlijk. Ik denk dat China ook, of dat Duitsland ook allerlei interessante zaken naar China exporteert. Ja. De Groenen zijn wel kritisch, lees ik, en ook de FDP. Die waarschuwen dat Duitsland de juiste lessen moet trekken na de Russische invasie van Oekraïne en dus moet oppassen met het niet afhankelijk worden van China. Ja, dit is een klassiek idee natuurlijk dat identieke situaties zijn. Is dat zo? Nee, naar mijn idee niet. Namelijk, Rusland stond heel anders in de wereldeconomie dan China. Ja. In Madrid diepen 1200 schapen door de binnenstad voor een plattelands... Dat vind ik wel geestig. Plattelandsfestival was daar. Oh, ik dacht dat het een demonstratie was. Nee. Ja, voordat je het weet worden ook de Nederlandse boeren die... dat ze dan met de trekkers en schapen komen. En op de koeien. Ja, en koeien. We hebben ook nog natuurlijk... Of varkens. We hebben 14 miljoen varkens. Daar is wel wat mee te doen natuurlijk. Ja, en er zijn ook nog heel veel vogels die geruimd moeten worden. Vanwege de vogelgriep. Jongen, dat is ook wat. Ja. Oh, nee, nu ik het vergeet. Die Pepijn die belde mij nog. Pepijn? Van het programma van, op RTL 4. Ah, ik weet het, ja. Ik heb hem volgens mij een WhatsApp bericht gestuurd dat hij mij vanmiddag om 5:00 kan bellen. Ja. Oh ja, het gaat om het optreden in die show op zondagavond. Ja, hij stuurde... Oh ja, oké, dan is dat afgehandeld. Ah joh, hij lult uit zijn nek. Het enige wat bij Bunk telt is... If you get your shit done. Ali Niknan wil alleen de allerbeste en neemt geen genoegen met de middelmaat. Zijn verhaal hoor je in C-Level. De link vind je in de show notes. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen... is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces... wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes.